Raymond Schultz, totalstrength.nl en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over de core en hoe je deze op een juiste manier traint en waarom sit-ups en crunches daar niet de beste oefeningen voor zijn. En uiteraard laat ik je een aantal oefeningen zien die ik wel geschikt vind om de core te trainen. Komt-ie! Voor de mensen die niet weten wat de core is of daar een misverstand over is. De core is in principe, eens kijken of jullie mij kunnen zien, in principe alles wat zich tussen deze regio bevindt. Dus zowel de voorkant als de achterkant van het lichaam. Kort samengevat, de core is dus je complete lichaam, exclusief je ledematen. Dus je armen horen daar niet bij, je hoofd hoort daar niet bij en je benen horen daar niet bij. En als ik op internet kijk naar core programma's, of ik zie in een programma sit-ups of crunches staan, dan denk ik, dat is niet juist, daar train je niet de core mee. Ik leg zo uit waarom. Als jij naar iemand kijkt en een willekeurige fitness Instagrammer of YouTuber of iemand die er een heel erg gespierd uitziet. En je kijkt naar zijn lichaam en je ziet een flinke sixpack of een eightpack of een fourpack uiteraard. En je kijkt ernaar, dan de eerste indruk die je krijgt, die gozer of die vrouw, die moet verschrikkelijk sterk zijn en die zal heus wel een hele sterke core hebben. En dat is waar het meestal de fout in gaat. Als je de core wilt trainen. Als je de core wilt trainen, moet je het trainen zoals het bedoeld is. Dus je traint een lichaamsdeel altijd op de manier waarvoor het bedoeld is en de functie daarvan. En als we kijken naar de functie van de ruggenwervel, de functie van de core is het stabiliseren van de ruggenwervel, excuses. En dat is wat heel anders dan het flexen van de ruggenwervel. Dit doen we met sit-ups, dit doen we met crunches. Dat is het versterken van je sixpack, van de rectus abdominis. En dat wil niet zeggen dat het slechte oefeningen zijn, alleen zijn niet de juiste oefeningen voor het trainen van de core. En als ik wat exacter mag zijn over de functie van de core, is het eigenlijk het stabiliseren van de ruggenwervel. Dus het recht houden, het lang op en het recht blijven staan van de ruggenwervel, terwijl mijn ledematen daaromheen bewegen. Hier in mijn ruggenwervel is geen beweging, terwijl de rest daaromheen wel beweegt. Ik kan mijn knie heffen, mijn armen bewegen en de rest wordt gestabiliseerd vanuit de core. Een switch. Even een kort praatje eromheen. Zoals jullie weten heb ik best wel een hekel aan machines. Ja, als je een bodybuilder bent, kunnen de machines nog wel eens van pas komen, mocht je heel specifiek zijn. Alleen, zoals heel veel mensen, ik heb echt de voorkeur bij gewoon losse dumbbells, losse gewichten. Om de simpele reden wat ik net zeg, een lichaam onthoudt ook de manier waarop het wordt getraind. Dus als jij, ik noem maar wat simpels, in een bicep curl machine zit, je hebt een kussentje onder je arm, je maakt de beweging, dan wordt je lichaam sterker in deze hoek van het lichaam in de lengte die jij hem geeft. Dus train je alleen dit gedeelte van je bicep, word je alleen sterker in dit gedeelte, train hem helemaal, train hem zo, zit je met je torso zo, dan word je dus alleen sterker in die positie, in die houding. Terwijl als je een los gewicht pakt, dus bijvoorbeeld een los gewicht, een losse dumbbell die je gewoon op helemaal vanaf de grond tilt, dan word je sterk in meerdere richtingen en kan je dus ook tegelijkertijd stabiliseren. Om die reden wil ik dus altijd de core trainen op de manier hoe wij hem gebruiken. En om mijn punt duidelijk te maken, zien jullie nu een aantal oefeningen. Ik doe hier een lunge voor met een dumbbell in één hand en zo kan ik meer mijn obliek kant, oftewel mijn linker of rechter kant van mijn lichaam trainen, het stabiliseren van de core aan de linker of rechterzijde in dit geval. Wat jullie mij hier zien doen is een dead bug, oftewel dit traint niet alleen je rectus abdominis, dit traint de complete voorkant van je hele core, van boven tot beneden. Wat ik ook altijd een fijne oefening vind is een plank, zoals jullie mij hier zien planken. In principe kan je mijn beeldscherm nu een kwartslag draaien en dan zou ik gewoon simpelweg rechtop staan. Dit vind ik dus een verschrikkelijk goede oefening, omdat het lijkt op hoe je normaal gesproken staat in het dagelijks leven. En als laatste hebben we de wood choppers, oftewel een beetje een dynamische beweging. Een beweging die veel beweging veroorzaakt, waar je lekker een grote range of motion kan gebruiken.
En het voordeel aan deze oefening is dat je je ledematen, oftewel je benen, kan je uitschakelen. Je heup kan dus aanzienlijk minder kracht geven en kracht genereren, waardoor de rest van je lichaam dus harder moet werken en je bovenlichaam wel kan stabiliseren. Mensen met overactieve benen, daar gebeurt het nog wel eens bij, die staan deze oefening te doen. En hun benen die spannen eerst aan en daarna pas hun buik. Oftewel, hun benen spelen eigenlijk mee met deze oefening en dat is gewoon verschrikkelijk zonde. Maar als je hem op je knieën doet, kan je gaan zitten, kan je voor een groot deel je benen uitschakelen en kan je meer kracht uit je bovenlichaam halen. Wil je meer van zulke soort video's zien? Abonneer dan op dit kanaal. Zoek in het trainingsschema, kijk dan op totalstrength.nl. Dit was Raymond Schultz, totalstrength.nl. Ignite your fire and grow stronger.